Daar zat wel wat naïviteit in. Dat beken ik meteen. Ja. Meneer Van Rooyen, goedemiddag. Goedemiddag. U werd aangekondigd toen u aantrad als een van de jongste staatssecretarissen ooit. Ik heb me altijd afgevraagd, was u daar nou gelukkig mee of niet? Nou, ik heb altijd gezegd, als dat het enige is wat ze over je te zeggen hebben, dan is het toch wel behoorlijk treurig met je gesteld. Ja. Dus heeft u het idee dat u dat beeld heeft kunnen kantelen in de korte tijd die u gegund is? Ik heb het daarna niet zo heel vaak meer gehoord, maar aan het begin was het wel wonderlijk natuurlijk. Ja. U kreeg een portefeuille die er niet om loog, waar onder meer de jeugdzorg in zat. Een behoorlijke kluif. Wist u dat toen u eraan begon? Ja, dat wist ik. Ik kende namelijk die portefeuille eigenlijk net goed uit mijn tijd hiervoor, toen ik wethouder was in Utrecht. Dus ik kende die portefeuille goed, eigenlijk in de volle breedte van het sociale domein bij gemeente. Dus jeugdzorg, maar ook de maatschappelijke zorg van gemeente, de volksgezondheid, waar gemeenten natuurlijk een grote rol in hebben. Dus dat kende ik vanuit die gemeentelijke verantwoordelijkheid goed. Maar ik heb er ook wel bij gezegd, en dat herhaal ik maar weer, de heftigheid van het systeem wat eigenlijk kapot is, wat gebroken is, dat is toch nog wel steviger geweest dan ik me vooraf had gerealiseerd. De meeste bewindspersonen die aantreden, die hebben het idee, mooi, daar gaan we eens even tussen de tanden inzetten. Ja, dat had ik ook. Ja. En wanneer was het moment bij u dat u dacht, ik heb een nieuw gebit nodig? Want dit is wel heel stevig. Dat was behoorlijk snel, eerlijk gezegd. Omdat ik had zelf een behoorlijk richtinggevoel van deze kant zou het op moeten. Alleen, je zit natuurlijk in een veld met zoveel andere factoren en belangen en organisaties. Leuk dat jij een idee hebt. Maar om verder te komen, moet je met elkaar verder komen. Dus dat kwam heel snel het besef van, ik kan wel eens denken, die kant op. En dat helpt misschien enigszins. Je moet wel een gevoel van richting hebben, maar dan maar even dat op papier zetten, naar de Kamer sturen en het is geregeld, dan forget it. Is er een voorbeeld waarbij u dacht, ik dacht dat we dit wel zouden kunnen fixen, maar het blijkt nu toch wel dat dit heel, heel lastig gaat worden? Nou, bijvoorbeeld een van de dingen als het gaat om de jeugdzorg, dat was eigenlijk, toen ik begon, vond ik dat eigenlijk al. Toen dacht ik, jongen, er gaan te veel kinderen naar de jeugdzorg, van het eigenlijk beter is als ze andere zorg krijgen, of andere hulp, of ondersteuning. Dus die hele enorme toeloop van jongeren, die we de afgelopen 20, 25 jaar eigenlijk hebben gezien, daar moeten we iets aan doen. En dat was ook heel breed met dat gedeeld. Iedereen wilde dat. In de Kamer, denk ik 120, 130 zetels die hiervoor zijn, gemeenten waren hiervoor. Eigenlijk heel breed gevoel van, dat moeten we gaan doen. Maar dan komt het moeilijke gedeelte, namelijk ga dat maar eens regelen. En dan moet je een wet gaan maken. Die wet, zeg ik er al eerlijk bij, is er nog steeds niet. Zo ingewikkeld is het om dat te veranderen in dat systeem. Maar bovendien, dan moet je ook gaan bepalen wie wel en wie niet. En dan kom je eigenlijk toch in een soort zwaard uit. Hè, van de overheid die het zwaard eigenlijk draagt. En moet gaan bepalen wie wel en wie niet. Oftewel macht gaan uitoefenen. Ja, en dan kom je op zulke complexe en ingewikkelde discussies uit. Ja, dan ben ik wel behoorlijk vaak inderdaad op een heel harde maatschappelijke realiteit getroffen. Ja. Ja. Een van de opdrachten die u meekreeg aan het begin van het kabinet was om 500 miljoen euro eigenlijk te bezuinigen op die jeugdzorg. Wij hebben wel eens gesprekken gehad in het begin, waarbij ik u aankeek en zei van hoe gaat u dat eigenlijk voorkomen? Want we wisten allebei dat dat niet goed zou zijn voor die sector. Ja, nou het is eigenlijk nog sterker. Ik ben eigenlijk op pad gestuurd met een bezuinigingsopdracht van 1,5 miljard. He, want in die hele hervormingsagenda, daar hadden we natuurlijk een enorme kostenstijging de afgelopen jaren. Maar was het echt noodzakelijk om ook tot op een nieuw financieel evenwicht te komen. Maar in totaal werd er dus een bezuinigingsopdracht erin mee van 1,5 miljard euro. 1 miljard euro moesten we regelen via de hervormingsagenda jeugd. En daarbovenop kwam nog 0,5 miljard. Dat is natuurlijk een joekelsgrote opdracht. Ik had eigenlijk een van de grote bezuinigingsopdrachten binnen het hele kabinet te pakken. Iedereen was geld aan het uitgeven en u moest bezuinigen. Daar kwam het eigenlijk wel op neer, ja. En ik heb me in eerste instantie geconcentreerd op die miljard. Dat was ook het grootste deel. Ook al het gevoel van dat is verbeteren en ook besparen tegelijkertijd. Hè? Want bijvoorbeeld, er gaat ontzettend veel geld en administratieve lasten op in de jeugdzorg. Omdat die aanbieders met heel veel gemeenten zaken moeten doen. Ja, en als ze dat anders zouden organiseren, zouden heel veel administratieve lasten af kunnen. Dus daar ging je verbeteren.
en besparen tegelijkertijd. Dus ik heb me in eerste instantie vooral gefocust op die miljard. En eigenlijk vlak voor het kabinet viel, lukte het om dat stukje in ieder geval op de rit te krijgen. En het was geloof ik echt maar een week of vier of zo voor het kabinet viel, dat dat besluit in de ministerraad viel, dat we die hervormingsagenda in ieder geval hadden. Ja, dat was eigenlijk mijn primaire concentratie. Ja, maar toen zat er nog een half miljard. Toen zat er nog eens een half miljard daarnaast, inderdaad. Precies. En wist dat dat eigenlijk onverantwoord was. Ja, ik vond inderdaad dat op een gegeven moment, ik zag die miljard, ik zag hoe ingewikkeld dat was. En toen heb ik ook laten uitzoeken van welke opties heb je dan nog voor die half miljard. Hè? Welke mogelijkheden heb je dan? Nou, kun je een eigen bijdrage invoeren in de jeugdzorg. Je kunt de verlengde jeugdhulp niet meer toestaan. Mm-hmm. Is nu een mogelijkheid, hè, om jongeren na 18 plus nog jeugdzorg te bieden. Je kunt het PGB afschaffen in de jeugdzorg. Maar dat was allemaal persoonsgebonden budget. Persoonsgebonden budget, ja. Hè? Dus dat mensen zelf zorg kunnen inkopen. Maar dat zijn allemaal hele grote, echt ook wel stevige, rigoureuze maatregelen. Maar dat was wel het lijstje. Maar ik van constateren, ja, als je nog een half miljard extra wil vinden, dan zul je het hierin moeten zoeken. Ja, en daar heb ik van gezegd, ja, dit lijstje is een totaal, als je het zo bekijkt, ja, dat vind ik wel heel fors. Uiteindelijk is dan een nieuw kabinet om daar een oordeel over te vellen, maar ja, als je het mij vraagt, dat moet je niet doen. Nee, u heeft het nu bij de Kamer neergelegd. Die zou dat moeten oplossen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, waarom is het u eigenlijk niet gelukt? Ja, omdat uiteindelijk die afspraak in het coalitieakkoord werd gemaakt. Hè. Er is maar goed, afgesproken. Dan kun je teruggaan naar een coalitie. Ja. Dan kun je zeggen, jongens, snap dat dit 2 jaar geleden is bedacht. Ja. Maar de situatie is zo ernstig, dit moeten we niet doen. Ja. Nou, die gesprekken hebben we ook veelvuldig gevoerd. Hè. Dus in die zin ook binnen het kabinet. Alleen tegelijkertijd was er natuurlijk een speelveld waarin ook heel veel andere vraagstukken ook op het bordje lagen van het kabinet. De oorlog in Oekraïne. Waar geld voor nodig was. Hè. De vraagstukken van de koopkracht. Waar gewoon mensen door het ijs gingen. We hebben de energiecrisis gehad. Dus er waren zoveel andere vraagstukken ook tegelijkertijd. Waar ook grote financiële problemen mee waren gemoeid. Dat in eerste instantie toch telkens weer teruggegrepen. Van ja, jongens, de afspraak uit het coalitieakkoord. Dat is wel het eikpunt waarop we blijven redeneren met elkaar. Ineens hield het geld op. Ja, we kwamen natuurlijk van de situatie eigenlijk en dat er heel veel geld werd uitgegeven. Laten we eerlijk zijn, hè? Onderwijs bijvoorbeeld werden flinke budgetten voor uitgetrokken. Het gaat ook nog voor een aantal andere keuzes die gemaakt worden, maar er werd echt flink geïnvesteerd. Met ook wel het idee van, nou, financieel zal het de komende jaren niet slechter worden. Hè? Bijvoorbeeld de rente zou op 0% blijven, dat was het idee toen we begonnen in 2020. Dat was afgesproken in het coalitieakkoord, hè? Van, nou, dat is de inschatting. Ja, en op tal van die vlakken, financieel, verslechterde de situatie heel snel. En nou heb je daarmee te maken als bewindspersoon en dan sta je ineens voor een enorme opdracht die je niet wil uitvoeren, maar waarschijnlijk wel moet doen. Ja, want uiteindelijk ben ik daaraan gehouden. Dus ik heb ook keurig tegen de Kamer gezegd, hè, van nou, als u hem nu wil schrappen, ja, dat gaan we dus niet doen. Hè. Dus dat ontraad ik ook de Kamer. Dat is gewoon onderdeel van het kabinet. En daar ben ik ook aan gehouden. Tegelijkertijd, als u kijkt naar die invulling, ja, dan is uiteindelijk dat echt ook aan een nieuw kabinet om daar uiteindelijk een oordeel over te vellen. Want al die dingen zijn ook wetswijzigingen. Nou, die vergen gewoon ook een periode van jaren. We weten dat wetswijzigingen, zeker als ze ook zoveel implicaties hebben op de uitvoering, dat het gewoon jaren duurt. Maar ja, dit probleem is evident. Ja. Snapt u dan wel dat de kiezer dan daarnaar kijkt en dat ja, mooie excuses voor waarom iets niet lukt, maar de bedoeling was om het wel te laten lukken? Zo is het. Maar ik denk dat die kiezer vooral op zoek was naar, komt er überhaupt een afspraak om de jeugdzorg te gaan verbeteren. Als die er niet komt met gemeenten, ja, dan waren we eigenlijk gewoon gefaald, totaal in onze opdracht. En ik vind zelf ook, die opdracht heb ik als mijn belangrijkste opdracht gezien in deze periode. Er moet een afsprakenkader komen over hoe we de jeugdzorg gaan verbeteren. Dat was voor mij, als ik dat niet bereik, heb ik ook mezelf volgehouden, dan ben ik mislukt. Ja. Dan heb ik het niet gedaan wat ik moet doen. Dat uiteindelijk pas lukte, een paar weken voor het kabinet viel, ja, denk ik achteraf was aan terug van. Dat is eigenlijk ongekend. En als het kabinet een paar maanden eerder was gevallen? Dan was het dus niet gelukt. En dan had u uw staatssecretariaat ook beschouwd als een mislukt staatssecretariaat. Ja. Het enige redding die ik dan nog had gehad, was als de Kamer had gezegd, u moet hiermee verder. Dus ook in demissionaire tijd moet u dit gaan oplossen. Maar als de Kamer meteen had gezegd, wat ook een mogelijkheid was geweest, van nee, dit is controversieel, dit is te ingewikkeld. En dan had ik het inderdaad ook zelf beschouwd als een verlies. Ja. Ik ben heel,
ik denk wel eens terug aan hoe moeilijk dat was. En dat het uiteindelijk op dat moment lukte. Ja, dat is voor mij bijna een soort momentum waarin alles uiteindelijk bij elkaar komt. Hoe zo'n politieke periode verloopt. Over hoe een politieke periode verloopt. Was u in gedachten toen u aantrad klaar voor de beeldvormingsstrijd die in Den Haag plaatsvindt? Nou, de eerste keer toen ik meemaakte dat er gelekt werd op mijn eigen beleidsterrein. En dat ging onder andere over die bezuiniging van 500 miljoen. Toen was ik in een complete shock. Ik weet nog, ik liep op het station. Ik was in een reces. Ik was met mijn zoontje. En ik liep op het station daar. En ik zag dus dat allemaal via de app kwamen dus de berichten binnen dat het dus gelekt werd. Ik was daar zo boos over en ook teleurgesteld. Ik dacht, wie heeft dit gedaan? Wie in mijn omgeving die dit weet, waar komt dit lek vandaan? Ik voelde als het ware alsof ik onder een ijskoude douche werd gezet. Maar dat was wel door de ontnuchtering van hoe de realiteit in Den Haag werkt. Ik vond het heel pijnlijk. Ik was daar niet klaar voor, denk ik, met terugwerkende kracht. Nee, want ik had dit krachtenveld en dit gebeurde. En dat ik vervolgens geen idee heb uit welke hoek of gaten dat belandt. En je omheen zit en dan ga je speculeren. En je hebt het er met mensen over, maar je weet het niet. Ja, dat vond ik wel een... Dat heb ik ook wel eens heel pijnlijk ervaren. Hoor. Maar u kwam al uit de politiek. U kwam uit de Utrechtse politiek. Ja. Dit was totaal anders. Nou, dit geweld van waarmee het gelekt werd. En ook dat je daar dat er op geen enkele manier zicht op was. En ik het compleet mist van waarom het gedaan was. En ook wie dat heeft gedaan. Dat was voor mij wel een shock. Ik heb tot 10 jaar lokale ervaring. En ik had dat op die manier nooit meegemaakt. Nee. Rond het preventieakkoord was uw ministerie in ieder geval wel gewend. Dat wat er ook besproken werd. Ja, zeker. He, want dat gaat over dingen die mensen heel direct raken. Of ze wel en niet een wijntje kunnen drinken. Ja. Waar ze een sigaret op mogen steken. Dat soort zaken. Waar ze die kunnen kopen. Waar ze die kunnen kopen. Hè? En of ze een hamburger mogen pakken. Ja. Ja. Was u daarop voorbereid? Dat alles wat u daarover deelde ook meteen op straat zou liggen? Nee, ook dat niet. En ook dat heb ik ook als heel schimmig ervaren, eerlijk gezegd. En ook als... Kijk, als er iets gelekt wordt, wat er eigenlijk bijna altijd sprake van is... is dat er een belang is waarom het wordt gelekt. Er wordt bijna nooit iets gelekt gewoon puur omdat er feitelijke informatie ergens bekend is en het gaat naar buiten. Er is een reden waarom iemand dit doelbewust naar buiten heeft gebracht. En als het gaat om preventiemaatregelen, werden heel vaak suggesties naar buiten gebracht die helemaal niet in ons beleid stonden of die ergens uit een rapport kwamen. En dan werd er de suggestie bijgewerkt van de staatssecretaris gaat dat binnenkort invoeren. Om daarmee natuurlijk een enorme verdachtmaking op mij te leggen. Eigenlijk van die is totaal van de wereld. Die man die moet echt opgenomen worden. Nou, en dat belang zeg maar, en dat doorzien van hoe dat gebeurde. Ja, dat was zeker de preventieaanpak. Bijna dagelijks aan de orde. Ja, dus een lerend proces dan. Had u het idee nu? Hè? Heeft u nu het idee dat u genoeg bagage had al verzameld om deze klus aan te kunnen? Nou, wat ik echt had, ik kende de portefeuille heel goed. Dus daar was ik heel blij mee. Ik wist ook hoe je politiek moest wielen en dealen. Wat het betekent dat er een kamer is of een raad en dat die andere dingen wil. Dus dat ging goed. Zeg maar, dat stukje, dat kende ik. Maar het stukje eigenlijk van de ijskoude douche, hè, dat er dus gewoon gelekt wordt waar je bij staat. Hè, en dat je denkt, maar waarom gebeurt dit? Wie doet dit? Dat was voor mij echt nieuw en dat vond ik ook heel ingewikkeld. Je zou het ook kunnen zeggen, het is ook wel een beetje naïef. Dat was ik ook. Met terugwerkende kracht vind ik ook. Kijk, als in de spiegel denk ik, ben naïef geweest. Van eigenlijk een soort goed geloof dat iedereen uiteindelijk alles binnenhoudt. Alleen met elkaar bezig is. Ja, daar zat wel wat naïviteit in. Dat beken ik meteen, ja. Die naïviteit is overigens echt compleet weggeschoren. Dus wat daar nog van was, is compleet weg. Nou, dat vraag ik me dus af. Want u was ook een van degenen die bij de ChristenUnie aanschoof op het moment dat het moeilijk werd in het kabinet. Hè, Carola Schouten was de vicepremier. En op het moment dat het moeilijk wordt, dan wordt er ook een secondant benoemd voor eventuele moeilijke onderhandelingen. Dat was ook een nieuwe rol voor u, denk ik. Ja, dat klopt. Bent u daar ook een groot gedeelte van uw naïviteit kwijtgeraakt? Ja, die was ik al kwijt eigenlijk wat ik aan die klus begon als secondant van die paar ingewikkelde onderhandelingen. Dus dat stukje, dat ging behoorlijk rap. Maar
Ik heb dat ook wel ervaren als hele intense gesprekken, zeker op migratie. Heb ik heel veel tijd ook persoonlijk geïnvesteerd om het voor elkaar te krijgen. Ja, ik kijk daar wel met een ongelooflijk wrange nasmaak eigenlijk op terug. En die eerdere crisis die er was, naar aanleiding van een interview van Bobke Hoekstra, CDA-leider, ja. Over het stikstofbeleid. Ja. Dat was ook een moment dat u aan moest schuiven. Volgens mij het eerste moment dat u moest aanschuiven. Nee, het eerste moment was eigenlijk net toen we begonnen waren bij de eerste migratieafspraken. Die waren toen ongeveer in de eerste zomer. Toen bij de ChristenUnie dat heel lastig viel. Hè. We kregen voor het eerst in de geschiedenis van de partij een extra congres. Een soort aanvullend congres. En ik had samen met Carola aan die tafel gezeten waar die afspraken gemaakt werden. Dus toen heb ik me ook wel even in de spiegel aangekeken van is dit nu? En daarna kwam inderdaad het moment eigenlijk met Hoekstra. En daarna uiteindelijk die moment waar de definitieve val van het kabinet in. Hoe heeft u die gesprekken over dat interview Hoekstra ervaren? Wat gebeurde daar binnenskamers? Nou, dat was in die periode dat we net de verkiezing gehad van de Provinciale Staten. Ja. BBB was heel groot geworden. Waarbij er dus echt een enorm gevoel lag van er broeit iets in de samenleving. En daar moeten wij op acteren. Alleen hoe je daar volgens op acteert, wat je antwoord eigenlijk is op een onderstem van ontevredenheid en ook terechte, legitieme kritiek op het functioneren van de overheid, dat was heel anders. He, dus er was een flank in het kabinet dat zei, nee, we moeten eigenlijk veel dichter dat honoreren. He, dus waar men tegen op opstand komt, daar moet je dus ook ruimte geven. En dus die zei eigenlijk van, nou, geef de boeren meer ruimte. Zorg dat die stikstofdeadline van tafel gaat, et cetera. En er was meer een flank. Die zei van, nee, je moet beter luisteren naar burgers in de algemene zin. Dat betekent niet dat ze altijd hun zin kunnen krijgen. En dus ook de boeren niet. Nou ja, en dat conflict. Ja, dat zat eigenlijk wel ook ergens in het kabinet opgesloten. Ja. Dat werd nooit helemaal bij elkaar gebracht. Nee, dat was natuurlijk het aparte. Dat het nooit bij elkaar gebracht werd. Op een gegeven moment komt er een bewuste vrijdag, een ministerraad, die duurde maar, en daar was u bij. Ja, ja. Is ja. er een moment geweest dat u dacht, volgens mij gaan we naar de koning? Ja, 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 ja. Hoe stond dat zo? Nou, er waren momenten op die vrijdag dat ik dacht, dit gaat niet meer goed komen. De conflicten waren toen soms echt heel intens. De gesprekken waren heel stevig. En ik heb wel eens gedacht op die vrijdag, ik weet niet hoe dit nog goed komt. Dat werd uiteindelijk een hele ingewikkelde formule, hè, waarmee toen we naar buiten kwamen. Dus dat bleek ook wel, dat was zo'n ingewikkelde formule. Ja, snapte u hem zelf? Nou, als ik hem nu moet herhalen, dan zit ik alweer van, hoe zat het ook weer? Ja, er was een formule bedacht om uiteindelijk te voorkomen dat dit conflict tot de klap zou leiden. Ja, maar dat die formule voor drie verschillende uitleggen vatbaar was, dat was ook wel duidelijk. Had u toen al het idee, we zitten nu in een heel kwetsbare positie. Het kan zomaar mislopen. Ik had toen wel het idee, er zit hier een kabinet wat wel de poging doet om eruit te komen. Hè. Dat is echt wel een oprechte wil. Maar is de wil groot genoeg om echt ook over je eigen schaduw heen te stappen? En misschien ook wel over het belang van je partij. En het partijbelang heen te stappen om het toch met elkaar verder te rooien. En die vraag had ik toen wel. Want als je zo dicht langs de rand eigenlijk scheert en je gaat vervolgens, nou, het was toen een paar maanden later weer, naar een volgend heel complex, ingewikkeld overleg toen met elkaar. Over migratie. Over migratie. Ja, dan ben je dat natuurlijk niet vergeten. En niemand, alle hoofdrolspelers, die wisten dat natuurlijk nog wel. Iedereen stapte met bagage dat gesprek in. Ja, ja. Ja. Wat was het moment waarbij u dacht, die bagage wordt wel wat te zwaar nu? Dit gaat niet goed. Dat was eigenlijk pas de laatste week. Ja, de laatste week voor het kabinet viel. Toen heb ik echt het gevoel gehad van dit is too much. Nu zijn we over de top heen. Ja. En dan meteen al die maandag op het moment dat de maandag in de week van 7 juli dat de deadline werd gesteld? Nee, die maandag nog niet. Toen dacht ik wel. Want ik had ook het gevoel, als je met een pakket wil komen, moet dat voor de zomer. Mm-hmm. Dus dat de VVD het heel erg op de spits dreef, dat maakt het wel gecompliceerder. Maar dat was voor mij nog niet over de rand. Dat ik dacht, dit kan niet meer. Hè. Dus dat was nog wel weer meer kolen op het vuur. Maar dat kon de kachel nog aan.
Maar voor mij is die woensdagavond, hè, die befaamde woensdagavond, daarna heb ik altijd wel grote vraagtekens gehad, komt dit nog goed? Wat gebeurde daar op die woensdagavond, dat u dat gevoel kreeg? Er is al heel veel over gezegd. Ik denk ook al eigenlijk dat alles daarover gezegd is. Nou, ik ben zo benieuwd hoe u het ervaren heeft. Nou, eigenlijk als dat bij de VVD er gewoon geen... Er was geen wil om er met elkaar uit te komen, maar er was een... Het was over. Er werd iets gecreëerd, waardoor het eigenlijk... Er werd eigenlijk de lichtknop werd aangewezen. Zo heb ik het ervaren. Daar zit hij. Zo kunnen we eraf. En ja, toen dacht ik, ja, als je dat... Dus dat is mijn gevoel geweest van die avond. En ik moet eerst zeggen, ik denk er nog wel eens aan terug. Van, jemine, nee, wat was dat voor een moment? En was het nou echt nodig? En ik heb er zoveel maanden werk gezet. Ik heb op een gegeven moment, had ik het gevoel... Met Hugo de Jong zat ook in dat clubje van secondanten. Ik zei tegen elkaar van, heb jij er ook een baan bij? Wij zaten echt soms dag in, dag uit aan tafel over migratie. Ik heb er zelf in die week ook nog 's nachts gewoon teksten aangeleverd voor de brief. Om uiteindelijk met elkaar eens te worden. Dus ik was die week volop in de modus om eruit te komen. En met elk woordje wat telde, uiteindelijk ging dat allemaal naar wetgeving toe. Dus het was heel precies werk. Maar ik heb er alles op alles gezet om eruit te komen. Ja, en toen op woensdagavond eigenlijk werd gezegd, ja, maar we hebben ook een lichtknop. Of eigenlijk een stekkerdoos. Waarom zitten we daar niet aan? Ja, toen verviel bijna mij het geloof ook. Van ja, maar ik ben... Ja, ik heb al die tijd en die energie erin gestopt. Ja. Ja, dat is voor mij wel een moment geweest. Ik denk van ja, ik weet niet of dit nog goed komt. Ja. U stelde uzelf de vraag, was dit nog nodig? Was dit nou nodig? In mijn optiek niet. Het migratiebeleid wat daar werd voorgelegd. Hè, ik zeg dat ook wel eens, want dat is ook naar buiten gekomen, hè, van wat er allemaal onderdeel van was. Dat was het strengste migratiebeleid geweest in de afgelopen 15, 20 jaar. In de volle breedte van de aanpak. Dan vraag ik me af, is het nodig? Ja, dan heb ik maar één antwoord. Nee, het was niet nodig. Vervolgens komen de verkiezingen. Die waren voor uw partij niet zoals u had verwacht. Nee. Ja. U heeft zelf nog... U stond op de lijst. Nee, ik stond niet op de lijst. Nee, u heeft ervoor gekozen om niet op de lijst te gaan staan. Ja. Ja, dat verbaasde toch een aantal mensen. Ja. Mij ook. Ja. Waarom was dat? Nou, ik heb me in eerste instantie had ik me gemeld. Gezegd van, nou, ik ben bereid om op die lijst te gaan staan. En vervolgens was ik ook campagneleider. En ik ging kijken van wat gebeurt er bij de ChristenUnie. En toen ik als campagneleider me goed liet doordringen van de cijfers, toen zag ik eigenlijk, zeker ook naar de Provinciale Statenverkiezingen, die net achter de rug waren, dat er zeker op het platteland gewoon heel veel werk aan de winkel was. Hè? Dat er echt in die volle, eigenlijk juist op die plekken waar de ChristenUnie van oudsher echt groot is, hè? Overijssel, in Gelderland, de Veluwe, hè? Stukjes in Friesland, hè? Van die stukken waar echt... Nou ja, eigenlijk de achterban van de ChristenUnie eigenlijk van oudsher gewoon heel stevig verankerd is. Zag ik dat er op sommige plekken het gewoon heel erg misging. Dus ik was enorm gealarmeerd. Ik dacht, hier moet je wat aan doen. De ChristenUnie verliest de natuurlijke achterban. Ja, op sommige plekken was het al heel erg ver door. Op sommige gemeenten zag ik 40% verlies. Toen dacht ik, jongens, word wakker. Er is iets veel groters aan de hand dan we ons nu realiseren. En toen heb ik mezelf ook eerlijk in de spiegel aangekeken en gedacht... Ben ik nou de persoon die juist die achterban gewoon weer volmondig aanspreekt? Of heb je dan ook andere mensen nodig? Mensen die gewoon vanuit die regio komen. Die dat kennen, die dat zien, die er van nature zijn opgegroeid. Geboren en getogen in Friesland of in Overijssel of in Zeeland. Ja, en als je dan ook nog eens kijkt wie er al hoog in die lijst zouden belanden. Hè, met een Don en Don Cede die uit Amsterdam kwam. Ja. Of Mirjam Bikker die ook uit Utrecht kwam, waar ik ook vandaan kwam. Toen heb ik op een gegeven moment mezelf kritisch aangegeven. Dacht, ik ben niet de juiste persoon die de ChristenUnie nodig heeft. En toen heb ik gezegd, jullie moeten niet voor mij kiezen. Ja. Ik trek me terug. De ChristenUnie verloor zetels. Ja. Fors zelfs. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat u gedacht heeft, waarom? Waar is dit voor nodig? We hebben toch gedaan wat we zouden doen? Nou, eerlijk gezegd... Verantwoordelijkheid genomen, terwijl jullie dat niet wilden. Ja. Dat hebben we zeker gedaan, maar daar was ook hele grote vraagtekens bij. Nee, eigenlijk snapte ik best heel goed, dat is misschien gek, maar dat mensen wegliepen. Er is grote ontevredenheid over het functioneren van de overheid.
en grote problemen die onvoldoende of te langzaam worden opgelost. Hè, dus mensen komen dat gewoon tegen in hun eigen praktijk. En ze zien die migratie in hun eigen leven. En ze zien dat gewoon in hun wijk, in hun dorp, in hun gemeente gebeuren. Mensen zien wat er bij de boeren gebeurt en hebben daar medelijden mee of affiniteit mee. Denken, wat, los het op, weet je wel. Ga iets, doe iets met die stikstof, maar zorg dat die boer ook kan blijven leven. Dus ik had eigenlijk, dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk wel heel veel begrip van dat mensen eigenlijk even klaar mee waren. Dat ze dachten, even niet. Even, nou, ik wil even toch kijken of er op een andere plek misschien een oplossing te vinden is. Dan is de vraag, is er op die andere plek, gezien de verkiezingsuitslag, wat u betreft, die oplossing ook te vinden, nu deze partijen groot zijn geworden? En dan komt natuurlijk de andere kant van de waarheid boven tafel, dat makkelijke oplossingen er niet zijn. En snelle, makkelijke oplossingen eigenlijk al helemaal niet. En dat zal zich nu ook gaan wreken, hè? Bijvoorbeeld voor de positie van de boeren, of bijvoorbeeld als het gaat om migratie. Snelle oplossingen zijn niet voorhanden. En dat is de andere kant van die medaille. Ja, ik snap heel goed dat mensen denken, los die problemen eens op. Want er zijn zulke grote problemen die ik ook in de praktijk zie. Waarom doet het kabinet niks of onvoldoende? Tegelijkertijd, partijen die pretenderen dat dat in een kwinkslag opgelost is. Ja, daarvan zullen we nu gaan zien dat dat niet gaat gebeuren. En dat is ook wat je nu eigenlijk al ziet. Bijvoorbeeld in die discussie over het eigen risico. Waarin dan in één keer toch in één keer een vorm van terughoudendheid wordt betracht door de PVV, die we eigenlijk nooit hebben gezien in de afgelopen 15 jaar. En daarmee hebben zij 15 jaar lang de kiezer laten geloven, vind ik echt, dat je het eigen risico in één vingerknip kon afschaffen. Maar nu blijkt de realiteit dat als je die bestuurlijke verantwoordelijkheid zelfs alleen nog maar in de buurt ervan komt, dat het niet kan. En niet snel en niet makkelijk. Dat is denk ik wel de realiteit waar we nu in zitten. Heel hartelijk dank. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.